leuk dat ik er ben! Dank u. Kan iemand even die groep gillende vrouwen buiten zetten? We zitten hier een opname. En we gaan vandaag de apenknoop challenge doen. Wat is een apenknoop, vraag je misschien af? Dat wordt haarfijn uitgelegd in het volgende intro. Een apenvuist, in het Engels monkey's fist genoemd, is een soort van stopperknoop. Het wordt aan het einde van het touw geknoopt volgens een bepaalde techniek en dient in de praktijk meer als gewicht dan als stopper, waardoor het makkelijk te gooien wordt. De apenvuist wordt voornamelijk in de zeevaart gebruikt. Bij het aanmeren van een schip zal men eerst de apenvuist en bijhorend touw aan wal gooien terwijl men aan boord het uiteinde van datzelfde touw vasthoudt of vastmaakt. Dan kunnen de zware en logge meer touwen die uiteindelijk het schip tegen de kade zullen houden, met behulp van het net aan wal gegooide touw aan wal worden gebracht. Het nut van de apenvuist in de zeevaart bestaat erin om een licht en makkelijk hanteerbaar touw enigszins wat gewicht te geven door een compacte knoop te maken, een knoop waar relatief meer touw wordt voor gebruikt dan voor een andere standaard knoop. Dankzij het gewicht van de knoop wordt het touw lokaal zwaarder waardoor een slinger ontstaat. Niet enkel bij het aanmeren wordt de apenvuist in combinatie met zijn touw gebruikt, maar ook bij het afmeren om de meertouwen terug naar het schip te begeleiden. De knoop wordt vaak gelegd rond een klein gewicht, zoals een steen, een knikker, een stuk hout, enzovoort. Aldus Wikipedia. Maar meneer, ik weet alles beter. Wat heeft die aap er wel mee te maken? We gaan dus een apenvuist maken vandaag. En ik heb er een challenge van gemaakt. Omdat in 4 minuten, 44 seconden en 700ste te doen. 7 inderdaad. Niet 4. Hij is bedacht door de jongen die graag anoniem wil blijven. Maar toch regelmatig voorbij komt hier op het kanaal. Het enige wat we ervan kunnen zeggen is dat hij overal een knoopje in schijnt te kunnen leggen. Hij heeft niet meer zoveel woorden gezegd, maar hij zei wel, ga je daar nou een video van maken? En ik had eigenlijk toch verder niks voor deze week, dus dacht, ja, dat kan ik wel even doen. Ik was bezig met een fijn bultje kachelhout zagen, maar dat heb ik al ooit gefilmd. En ik denk niet dat het super interessant was om... Dan nog eens te doen. Laten we gaan kijken. Start die tijd. Ik rol hier het touw een aantal keer op mijn hand. En dan begin ik met dwars te draaien. Dan gaan we om die dwarsdraaiing, gaan we ook weer 3 keer omheen draaien. Het is heel belangrijk dat je iedere slag 3 keer maakt. Zo, met 3 minuten 7 op de klok nog, ligt de basis van de knoop erin, maar nu moet hij nog een heel stuk vaster tegen elkaar gaan. Dus alles zal aangetrokken moeten worden. En omdat het uit 1 touw bestaat, betekent dus dat we al die lussen in zijn geheel door moeten trekken. Maar eens op zoek naar het begin. Iets leuks om even tussendoor te vertellen, dat is die jongen die graag anoniem wil blijven. Het enige wat we ervan kunnen zeggen is dat hij overal een knoopje in schijnt te kunnen leggen. Die vindt het wel grappig om zijn apenvuist in een touw te leggen bij scouting en dan vervolgens tegen iemand te zeggen, er zit een knoopje in het touw, kun jij die er even uithalen? En die jongen die knoopt nogal strak. En sowieso als je aan de verkeerde kant begint met die knoop losmaken, dan wordt het... Sowieso een doffe ellende. Oh, met ongeveer nog 1,5 minuut op de klok kom ik er nu achter dat ik met verkeerde touw ben begonnen met doortrekken. Dus ik hou een lus open. Zouden we dat nog gaan halen om dat op tijd te herstellen?
De laatste minuut gaat in en zoals je ziet is er nog een hoop werk te doen. Nog 30 seconden en we zullen toch zeker nog wel even door moeten wikkelen. Seconden. We zijn er bijna. Zouden we dat toch nog gaan halen? Ja? Ja? Is dat hem? Ja? Ja? Zo te zien. Gescoord in de laatste minuut. Ik begin er spontaan. Duits van Zweden. Wat een prestatie. Wat een overwinning. Wie had dat gedacht? Dat dat nog zou gaan lukken? Ja. Ik ben back af. Van alweer geknoop. Vraag je misschien af. Zou je een knoop er nou ook nog uit gaan? Ja, dat kan en daar heb ik ook nog bewijs voor. Even vooropgesteld, dit is geen filmtruc, hier haal ik hem er echt voor uit. Nou, wie had dat nou verwacht, dat dat ooit zou lukken? In 4 minuten 44 en 700ste op de kop af die knoop erin leggen. Na deze uitmuntende prestatie wil ik graag die ene jongen bedanken. Die graag anoniem wenst te blijven. Het enige wat we ervan kunnen zeggen is dat hij overal een knoopje in schijnt te kunnen leggen. En de rest mij nog te zeggen dat ik op mijn kanaal nog een hoop andere scouting video's heb. Mocht je dat nog eindig vinden. En nog een hoop andere vermakelijkheden. Nou denk je misschien heb ik allemaal al gezien. Dan ben je heel goed bezig. Maar controleer dan ook even voor zekerheid of je al op abonneer hebt geduwd. Dan weet je zeker dat je in de toekomst nooit iets mist. We hebben iedere vrijdagavond om 8:30 namelijk een nieuwe video. Zolang de voorraad strekt. Ruiger dan dit zal het wel niet meer worden deze week. Dus bedankt voor het kijken. En een goede jacht.